Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag 5, nee, het is 5 december, 3 december. Nee, het is vrijdag, het is 3 december. Vandaag komt de videoclip uit van Waterval, dus ik ben heel benieuwd, om 5 uur. En het is ondertussen 12:30 geweest en vanochtend heb ik al ingezongen, zangles gehad en dat was het eigenlijk voor vandaag. We gaan dus even sporten hier in een leeg lokaaltje. En dan vanmiddag ga ik naar Rotterdam toe, naar mijn moeder en mijn zus. Super gezellig. Maar nu eerst ga ik weer wat sporten. Zo, en we zijn klaar. We hebben een half uur of zo geworkout wel. En nu snel omkleden. Maar voordat ik naar huis ga, bedacht ik me net, ik moet nog langs de winkel. Want ik moet haarverf kopen. Jawel, ik weet niet of jullie dat weten, mensen, dames en heren. Maar dit is niet mijn echte kleur. En ik moet het weer verven, want mijn haar wordt al heel erg lang. En ik had al verteld dat het me niet gelukt was om een kappersafspraak te maken. Dus vroeger knipte mijn moeder mij altijd. Want ze heeft gewoon, ze kreeg 3 kinderen en toen heeft ze gewoon een knipcursus en zo gedaan. Zij kan het wel een beetje. Dus voor deze ene keer heb ik zoiets van, ik ga wel aan mijn moeder vragen of zij mij knipt. Want anders kan ik nog zeker een maand of zo niet naar de kapper. En het wordt nu al erg lang. En ik heb toch wel zo het gevoel van, ja, het is wel tijd. Maar voordat ik dat ga doen, moet ik dus eerst weer mijn haar verven. Want anders heb je rare uitgroei en zo. Dus haarverf kopen, dat wordt het volgende plan. Nou jongens, we zijn dus in Rotterdam. Had ik dat al gefilmd? Weet ik niet. Maar we zijn in Rotterdam. Daar zijn mijn moeder en mijn zus. Hallo. Hallo. En we hebben net het Eurovisie Songfestival spel gespeeld. En wie was de winnaar uiteindelijk? Ik. Ja, maar welk land? Wit-Rusland. Wit-Rusland heeft gewonnen. Met het prachtige nummer. Taal. Het nummer heette Taal. En het was een Nederlandse zangeres. Zanger. Die... Een zanger. Het was een Nederlandse. Daarom. Het was een Nederlandse zanger die zong over dat hij zong in verschillende talen. In het Nederlands voor Wit-Rusland. Wel een interessante samenstelling die heeft gewonnen. Mijn hoogste entry was uiteindelijk Bulgarije. Met de uiteindelijke hit van het songfestival Disappointing B-Drop. Dat is altijd zo bijblijft. Maar ik werd 4e van de 4. Dus nee, ik had erger kunnen eindigen. Er hadden meerdere entries van een van jullie boven mij kunnen eindigen. Maar het was heel erg leuk. En we gaan nu denk ik nog een spelletje doen. En dan ga ik je slapen. Had ik al gevlogd dat ik in Rotterdam was? Nou ja, ik ben er in ieder geval. Dus, dat was heel leuk. Ja, het Eurovision Song Contest spel dus. Wij houden wel van de spelletjes en zo doen hier. Dus dat was erg leuk. En ik denk dat we nu doorgaan. Oh ja, we gaan nu weer nog even een iets kleiner spelletje spelen. The Game heet het. Oeh, The Game. Dus we gaan nu nog een spelletje spelen. En dan zo gewoon naar bed. In dit vrolijke Sinterklaas / verjaardagsweekend. Ja, dat. Zo, het is nu iets over 12. We hebben nog eigenlijk 2 keer inderdaad even een ander spelletje gedaan. Het heet The Game. Het is een soort van ding dat we dan samen moesten doen. En de eerste keer was het net niet gelukt en de tweede keer wel. Ik had het nog nooit gedaan, maar het was heel leuk. En we zijn nu dus nu voor het weekend hier even in Rotterdam. Want het is Sinterklaas en zo en die gaan we daar niet echt iets mee doen. Maar mijn zus is ook jarig altijd op 5 december, dus we zijn even hier. Ja, straks gaan we gewoon lekker slapen. Dat was een beetje de dag vandaag. Gewoon een beetje voorbereiden om hier even een tijdje te zijn. Want na het weekend ga ik weer vanaf hier beginnen aan mijn stage. Dus moet ik vanaf hier naar Amsterdam en dan vanaf Amsterdam weer terug naar Tilburg. Dus het was gewoon een beetje ja, het voorbereiden om nu hier een aantal dagen te zijn. Ja, het was een prima dag vandaag. Heel leuk, heel gezellig. Het is dus het weekend van 5 december. Jullie zullen dit wel een stukje later zien. Dus ik hoop dat jullie een leuke Sinterklaas hebben gehad. Of dat jullie dat nog gaan doen. Of dat jullie nog iets leuks mee gaan doen. We hebben altijd een soort van Sinterkerst en nieuw ding. Wat we ook wel gaan doen. Dus dat zullen jullie ook nog wel zien. Maar dat doen we wat later altijd. En zeker nu. Want dat is ook altijd met Alicia. En die is nu nog steeds in Engeland. Dus ik hoop dat jullie iets leuks hebben gedaan. Of nog iets leuks gaan doen. Laat maar weten wat jullie doen. Want ik ben heel benieuwd. En ja, dan zie ik jullie morgen weer denk ik. Doei. Tot morgen. Hallo allemaal, het is de volgende dag, zaterdag 4 december en het was een heel groot gedeelte van vandaag. Was het weer heel erg nat en donker en aan het regenen en zo. Maar we hebben net wat boodschappen gedaan, want we gaan een red velvet cake proberen te maken from scratch. Alleen hebben we waarschijnlijk de verkeerde kleurstof, maar het was de enige die ze hadden bij de Jumbo en bij de Albert Heijn. Dus ja, we gaan het proberen. Ik zal laten zien
of het lukt of niet. En hoe goed het ging en niet. Maar nu is het dus heel helder. Het is heel koud, maar heel mooi helder weer. Dus daar werd ik alweer een stuk blijer van. En het is alweer het eind van de middag ongeveer. Dus het is een beetje de vraag van wat we nu van nu nog even wachten. Of dat we nu eerst dan die taart gaan maken. Want op een gegeven moment moeten we natuurlijk ook eten. En we maken dus een taart omdat mijn zus is morgen jarig. En eten maken we gewoon omdat we dat willen opeten straks. Dus. Zo, het plan is nu dat ik nu eerst mijn haar ga verven. Ik heb net een beetje gedoucht. Nu kunnen we gedag zeggen tegen deze uitgewassen, vervaagde kleur voor de komende tijd weer. Dus daar gaan we. Nou, hallo allemaal. Het is gelukt. Mijn haar is een stuk donkerder. En, en we hebben ondertussen gegeten. En nu zijn we bezig met de taart. Of tenminste, we zijn bezig met de cream cheese frosting. En dan gaan we morgen de taart doen. Maar dan gaan we straks wat Sinterklaasliedjes zingen. Bij het haardvuur. Zonder vuur. Zonder vuur. Zodat we straks een beetje Sinterklaas gaan vieren. Zodat we morgen eigenlijk gewoon de verjaardag van mijn zus vieren. Want die is dus morgen jarig. En ja, we zijn er nu toch al. Dus kunnen we net zo goed nu Sinterklaas doen. En morgen gewoon de verjaardag van mijn zus vieren. Dus de taart is voor morgen. Maar Sinterklaas is voor vanavond. En we maken dus nu dan de cream cheese frosting. Cream cheese frosting. Cream cheese frosting. Zodat voor die, de red velvet cake. Voor de red velvet cake. Wat misschien... Een pink velvet, waarschijnlijk wordt het een pink velvet. Of een soort van purple lila velvet, want we hebben wel food coloring gekocht, maar we weten niet of het de goede is. Maar dan maken we dus nu de cream cheese frosting, kijk. Dat is dus met boter, Philadelphia en een hele hoop poedersuiker. En natuurlijk vanille, aroma, extract. Oh, nou ja, dat dus. En dat laten we dan vanavond in de koelkast, vannacht. Wauw, oeh, wauw. Dat laten we dus dan vannacht in de koelkast. Dan wordt het ietsjes dikker ook. En dan kunnen we morgen het beslag maken. En dan meteen de cream cheese frosting is dan meteen klaar om te gebruiken. En dan ga ik dus morgen ook mijn haren wat laten knippen. Want oeh. Het is heel lang nu, maar het is wel weer lekker gekleurd, lekker bruin-roodachtig. Ik ben helemaal happy. Ja, dus nu straks hebben we een cream cheese frosting en dan gaan we lekker dat wegzetten. En dan door met de Sinterklaas festiviteiten. Nou ja, dit is dus de haard vandaag. Ja. Jongens en meisjes, dames en heren. Mijn moeder wil heel graag even de vlog overnemen. Dus bij deze... Ma. Oh, wat is het hier gezellig. Wat zou er aan mijn hand zijn? Hé? Het zijn cadeautjes. Voor wie? Voor wie? Ja, voor wie? Nou, zij is morgen jarig. Wie? Mag ik haar laten zien? En een gezellig haardvuurtje erbij. Kijk, zo doe je dat dus. Ja, en daar gaan we nu Sinterklaas zingen. Ja. Oké, dus heb jij een suggestie voor wat we als eerste gaan zingen? Oh, ik denk dat we het best kunnen beginnen met een lekkere Sinterklaasje bonne bonne bonne. Hoe gaat ie? Sinterklaasje bonne bonne bonne. Gooi wat in mijn lege lege tonnen. Gooi wat in mijn laarsje. Dank u Sinterklaas. Gaan we alweer in kapoentje. Sinterklaas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gart. Het is toch wie de roe? Ja, volgens mij ook. Wie de, en wie de wat? Vol verwachting klopt ons hart, wie de roe krijgt, wie de... Gart? Smart. Gart. Een gart is een roe. Oh, dan is het wel goed. Toch? Nee, ja. Of de smart. Wie de roe krijgt, wie de smart. Ja, maar dat is allebei slecht. Nee, de smart is toch... Smart is verdriet. Ja. Oké, okay, laat ons weten smart in de blog. Comments wat is de tekst van zie de maan schijnt door de boom, want wij komen er niet uit. Ja, nee. En we kunnen de hulp van Google niet inschakelen. Wel. Hoe gaat dat trippel trippel? Ja, dan komt hij zeker wel. Ja, dan komt hij zeker wel. Nou. Nou. We hebben hier nu al een goed aantal nummers gezongen. Nummers.
Sinterklaas t-shirt. En we zijn erachter gekomen een paar dingen. Ten eerste, we kennen er niet zo heel veel. Ten tweede... We kennen de lyrics niet van de liedjes die we wel kennen. Ten tweede, dat vooral. Ja. Het is echt weggezakt. En dan vraag ik me af van... Hebben we het ooit geweten? Jawel. Want ik ben er hier nu ook op mijn 24ste achtergekomen dat ik... Je bent toch helemaal geen vriend? Nee. In mijn 24ste levensjaar ben ik erachter gekomen dat ik dus eigenlijk nooit wist wat ik zong in het nummer... Ja. Zie de maan schijnt door de bomen. Oké, okay, dus je kent het nummer. Ja, we hadden het er net al over. Van ja, we hebben het nog niet gezongen. Jawel, Roe, we hadden het net al op, ook over... Of het, wie de roe krijgt, of wie de koek krijgt. Maar ik wist dus ook nooit... Ik dacht, zie de maan schijnt door de bomen... Makker, staat uw wild geraas? Ik dacht, dat is een vraag. Makker, staat uw wild geraas? Maar ik kwam er dus nu net achter dat dat niet klopt. Het moest zijn... Makkers. Enkelvoud. Nee, makkers. Makker. Ik denk niet dat het heel veel uitmaakt. Het is allebei... Nou ja, makker of makkers, komma. Makkers. Staakt uw wild geraas. Zo van, stop met wild razen, makker of makkers. Dus ik zou vragen van, maar naar wie zing je het dan? Als je met zijn... De kleine kinderen die rondrennen. Maar ergens vind ik dat niet heel Sinterklaasachtig of zo. Natuurlijk is dat wel Sinterklaasachtig. Nee, de punt is straffen van de kinderen die niet, weet je wel, netjes en braaf zijn. Nou, oké. Okay. Maar daar ben ik dus achter gekomen vandaag. En we hebben allemaal verschillende versies van de liedjes die we wel kennen. En sommige liedjes zijn gewoon moeilijk om te onthouden, zoals... Over de pepernoot in de achterband. Nee. Piet ging uit fietsen. Het is veel moeilijker wat je nou precies krijgt in je schoentje. Dat is... Oh ja, en we hebben geen idee wat er in onze schoentjes zit. Dat we gaan nu nog even de zak van Sinterklaas zingen. En dan denk ik dat het misschien wel ooit tijd is om daadwerkelijk die dingen uit te pakken. Daar komt hij blij van Sint. De hele wereld in de zak van Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, het is zo'n baas. En bergen, suikergoed. Suikergoed, zo lekker en zo zoet. De zak van Sinterklaas, oh jongens, het is zo'n baas. Hij komt voor groot en klein, groot en klein. Hij komt voor groot en klein, voorzien van hartse pijn. En bergen suikergoed. Meer suikergoed, zo lekker en zo zoet. Oh. Nou, waar waren we gebleven? Bij Sinterklaas. Sinterklaas is ondertussen voorbij. De tijd gaat snel hier. Ondertussen is het kerst. Kerstnummers staan op. En we hebben eigenlijk het laatste uur of zo eigenlijk dit spel gespeeld. Ik denk wel anderhalf. Het is heel leuk. Het is een soort party game. Je krijgt dus allemaal van die woordjes. En wij deden eigenlijk dat je gewoon moest kiezen welke woordje je koos. En dan moest je dus op al die plaatjes moest je dan dingen neerzetten. En dan moet de rest het raden. Maar dat was heel leuk. Dat is het eerste wat we hebben gedaan, toch? Nadat we daar allemaal liedjes hebben gezongen. Maar we hebben nog even doorgezongen. We hebben heel veel liedjes gezongen. En Sinterklaas gevierd. Het was leuk. Het was gezellig. Het was een bijzondere Sinterklaasviering. En nu wachten we nog heel eventjes. Want over 32 minuten is deze hier jarig. En wordt ze niet minder dan 26 jaar alweer. Oh my god. Dus tijd gaat snel. Ik weet nog dat ze geboren werd. Dat is niet waar. Dus nu wachten we nog even een half uurtje. Tot het eind van de dag. Dan feliciteren we Renske. En dan is het weer klaar, denk ik, vandaag. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Het lukte! Gefeliciteerd! Woo! 26! Yeah! Oh, you did it! Ja, was dat goed op de tijd? Ja, het was exact. Heel mooi. Heel mooi, heel goed gedaan. En daar is het. De sparkling bubbly congratulations drinks. Gefeliciteerd! Kom hier met je Nou allemaal, ik heb verloren met alles. Nee, ik heb hard verloren met Boerenbridge. En daarna deden we nog twee keer Zweeds Beste. Daar ben ik tweede en derde geworden. Dus dat viel mee.
Maar ik heb nergens mee gewonnen. Maar het was wel leuk, het was wel gezellig. En nu is het laat en we gaan slapen. En dan morgen is het verjaardag, het is nu al een beetje verjaardag. Het is ook al een soort van Sinterklaas, maar het is ook een soort van Sinterklaas geweest. Dus het is 5 december nu. Dat rust allemaal. Dat rusten. Dat rust allemaal. Dat rust Renske. En ja, tot morgen. Hallo allemaal. Het is de volgende dag. Het is nu officieel 5 december. Oftewel Sinterklaas voor sommigen, maar niet voor ons. Want voor ons was het gisteren. Voor ons is het de verjaardag van Renske. Dus wij maken een taart. En niet zomaar een taart. Het is een red velvet cake. De vraag is alleen of die echt red gaat worden. We hebben een hele hoop kleurstof erin gedaan. Maar, nou ja, hier, kijk. Ik zal je nu laten zien hoe we hem tot nu toe hebben gemaakt. De derde laag zit nu in de oven. We willen er 4 lagen gaan maken en daartussen dus die buttercream die we gisteren hadden gemaakt. Zet de tweede of de derde? De tweede. De tweede laag zit nu in de oven. We willen er 4 lagen gaan maken. En we willen de cream cheese frosting dan tussen de 4 lagen gaan doen. En ja, hopelijk gaat het allemaal heel goed. Maar de eerste laag was heel erg goed gelukt. Dus dat geeft ons goede moed voor de volgende die er nog aankomen. Wat vind je van de kleur? Bruin. Een brown velvet. Maar het is heel erg chocolatey. Het ruikt heel lekker in ieder geval. We zijn nu met de tweede laag bezig. Die kan er bijna uit. En dan gaan we kijken of het ons lukt om een mooie red velvet cake in elkaar te zetten. En we hebben een haardvuurtje. Want voor de gezelligheid hebben we een echt haardvuurtje. Dit keer anders dan gisteren. Nou. Het is nu dus avond. Het is maar geen avond, het is gewoon vroeg donker. Het is vroeg donker, maar we zijn dus nu bezig met het stapelen van de taart en de cream cheese frosting. Iedere keer in een laagje er overheen te doen. We hebben nu dus alle 4 de lagen cake. En dit is het moment om de red velvet cake echt in elkaar te zeggen. En ik moet zeggen, het is zeker niet rood. Maar in dit licht, in dit gelige elektrische licht, heeft het wel iets roders. Dan helemaal bruin. Oh. Oh. 4 lagen. Wow. 4. Ik moet zeggen. Het is niet super rood, maar het is niet helemaal niet rood. En ik denk, slash hoop, dat het heel erg lekker is. Dus ik ben benieuwd. We gaan het proeven. Oh. Taste test. Ik heb hier 1 stukje. Oh. Ja? Nou. Oh ja. Heel erg chocolatey. Ja. Ja. What say you? Lekker. Ze zegt lekker. Maar ze kijkt heel mooi. Ja, hij is lekker cacao-ig. Ja, hij is zacht en moist. Hij is een heel klein beetje roodachtig. Maar vooral... Gaan bij je haar. Maar is het wat je verwacht van een red velvet cake? Ik weet niet nog wat ik verwacht van een red velvet cake. Ik weet ook niet wat ik had verwacht. Nou, ik koop wel eens red velvet cake bij de Hema. Bij dat ding bij de koopkant. I like. Oké. Het is het eind van de dag, het is het eind van de avond zelfs, het is bijna nacht. Het was een goede dag vandaag, het was leuk. Ik vond het leuk, ik vond het gezellig. Fijne half Sinterklaas, vooral verjaardag. De taart was lekker. Het was vooral taart maken en andere dingen tussendoor vandaag. Ik ben blij met vandaag, tenminste. Ik was dus net aan het editen, het is echt heel erg. Het is nu alweer
Nou ja, het is dus 5 december, maar ik ben dus een week geleden in dat weekend begonnen. En hij is bijna af, maar ik heb hem nog steeds niet afgeëdit. Ik weet niet, ik was vandaag best wel lekker bezig. Maar ik ben dan iedere keer alle dingen aan tegelijkertijd aan het doen. Dus ik was ook aan mijn website aan het werken. En ik heb dus per ongeluk de helft van mijn website met één klik verwijderd. En permanent verwijderd. Ik had geen backup, dus ik moet een hele hoop dingen opnieuw maken. Maar dat is niet heel erg, want ik weet wel, het was wel makkelijk format en het was allemaal een beetje zo in dezelfde stijl. En ik ben ook wel blij met wat er wel is en hoe het er nu uitziet en de toevoegingen die ik heb gedaan. Maar dat is heel klein in verhouding met wat ik allemaal heb verwijderd met één klik. Maar ik zit er niet over in. Het is niet anders. Ik kan het niet meer terugtoveren. Dus dat is jammer. Maar het editen ging wel goed en ik ben bijna klaar met de eerste dag. En ik hoop ook gewoon, omdat er ook een paar natuurlijk hele korte en een paar hele saaie dagen tussen zitten. Ik hoop wat... een beetje wat in te kunnen halen dat ik niet daadwerkelijk 10 dagen ga achterlopen met heel Vlogmas. Maar ik vond vandaag een goede dag, ik vond vandaag een fijne dag, een gezellige dag. En morgen ga ik beginnen met mijn stage in Amsterdam. Ik ben heel erg benieuwd, ik heb er heel erg veel zin in. En ja, bedankt voor het kijken dan vandaag weer. Ik hoop dat jullie een fijne Sinterklaas en zo hebben gehad, want dat was natuurlijk voor de meeste mensen dit weekend en deze dag. Laat me weten wat je hebt gedaan met Sinterklaas, of je iets hebt gekregen voor Sinterklaas of niet, of je het niet viert. Of je ook een soort van Sinterkerstennieuw doet, net als wij, maar dat komt er nog aan. En als je het nou heel erg leuk vond, nou, laat dan een duimpje achter als je wil. /of abonneer, mag, hoeft niet, maar mag wel. Superleuk, ik bedoel, dan ben je er, dan hoor je erbij, bij dit. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. En dat is voor mij in ieder geval, tot morgen. Doei!